Hebben we Luf? Ja, we hebben Luf af. Oké. Okay. Have been issued anti-tank mines for use against enemy armor. Elite training. Het waren ook weer gewoon infanterietroepen. Oh, jij gaat zo ver mogelijk naar voren alweer. Nee, ik wil die fuel hebben. Dat is wel een van de belangrijkste resources, toch? Fuck it, gewoon daar bouwen. You want something? You want something? Yes, I want something. Oh, pep is groen, oké. Okay. Zijn er nog wel wat? Ja, dat is meestal zo. Kunnen we nog zijn. Oh, die stomme kutmoordengastjes.
Nee, je hebt mijn wagentje vastgezet, fijn. Oh. Daar ben ik ook echt naar het kijken, hè. Oh nee, valt mee. Krijg je huis als je op elkaar zit, joh. Echt, ja. Weer die treintjes gebouwd. Welke? Nou, helemaal voor. Ik heb een poppetje erin gezet. Ja. Oh nee, die zaten er al. Ik kan nergens echt bij. Ja, dit is echt zo'n defensive position, Pep. Nu geworden. We hebben het een beetje dicht gebouwd. Je kan dat naar voren bouwen. Oh, Pep is geel voor mij, oké. Die tank doen. Ja, dat vragen wij ons ook wel eens af in spelen, Pep. De tank rijdt gewoon weg. Zo. Ik heb hem even kapot geschoten. Dan denk je erdoor. Oh, de bovenkant kan je, Pep. Maar op een of andere manier kan niks bouwen. Je hebt je supply half track, Pep. Die staat hier. Die moet je ergens neerzetten. Dat is een bouw ding, ja, voor jou te bouwen. Ja, dat weet ik. Oké. Als ik erop druk, ik kan alleen maar diegene die ik al heb, die er al staat. Ik kan niet die andere maken. Oh, klopt. Ja, dat is het punt. Je hebt daar XP voor nodig. Dat is allemaal meer XP nu. Dan kan ik beter nog zo'n ding pas dan maar bouwen. Mike, ja. In jouw hoofdkamp kan jij toch, hoe heet dat maken? Kun jij van die halftracks kopen? Die moet je naast bepaalde punten zetten die wij hebben ingenomen. Dan krijg je meer supplies voor. Wat? Halftracks? Ja, kijk maar eens bij mij hier bijvoorbeeld. Oh,
Zie je dat daar staan, hè? Die kan je kopen. Ja. Zo'n vrachtwagen uit deze. Dat is de onderste naast waar je supplies kan treden en zo. Oh, oké. Okay. Chill. Goed dat je zegt. Is dat één truck per territory? Of? Dat weet ik nog niet. Volgens mij is het één truck per territory, maar je main territory telt niet mee. Je ziet wel allemaal geel bijvoorbeeld, zie ik op de map. Ja. Ik zie er allemaal een beetje hetzelfde uit. Kijk, nou als je terug gaat. Ready for moving behind our lines. On the move. Moving to secured sector. Wat is er met artillery? Wat is er met van die vervelende tankjes weer aan? Nee, je dan? Slagveld. Oh, Pepijn stuurt even wat troepen naar voren. Hoezo? Die zijn bijna weg.
Zo, wat moet je doen? Hé, hey, die mortarteam van mij, die zit wel lekker af te killen. Het reentje is al 5 ster. Ho, 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 ik zijn hier naar voren gaan. Ik zijn hier vechten. Eventjes een potje knokken en ze zijn toch even wat rang op. Escalator battle phase, expand 25 command points upgrade. Hoe dan? Zo, gaat goed met die tank van jou, Pep? Hoezo? Dit is 5 ster, ik zou hem maar even laten repareren. Ja, goed idee, laat ik ook maar even van de reparateurs naar voren sturen. Nee, hoeft niet, ik heb wel wat voor je, momentje. Laat hem daar staan, laat hem staan, daar is hij goed. Even bijdraaien. Kijk, hij wordt nu gehield, wordt hij alweer. Hier. Ja, goed tankje. Nou, hoppakee. Knapken met de kring. Hoppa, meteen vol vol upgrade, ik denk. Nou, kijk eens hem defense.
Een beetje een vervelend ventje die Mortar Squad die daar die dan doet. Maar ze komen weer naar voren. Ah, fuck jou, Mike. Dan wou ik die van mij net bouwen. Ik ben helemaal ver terug. Moet ik even met mijn artillery iets naar voren, mijn mortar team. Oh ja. Die voor mijn kanonnies bouwen. Wie? Nou, Hiddo. Ik hoop dat hij nog kan schieten.
Ja, kan hij ook. Okay. Kijk maar, hij schiet er overheen. George! Zie je? Ik zit even iets te proberen. Ik heb handen met de vlammenwerper gepakt. Mikey zet er gelijk nog eentje naast. Ja, die dingen zijn goed, hè? Oh, een tankje is kapot. Voor jou? Ja. Geen zorg, hij wordt gefixt. Wat een man. Het is wel vies om dat machine nog niet af is. Kapot. Oh, dat is echt wel vies. Lopen dan. Wat zit hier? Nou, er komt er nog een leuk tankje aan. Sorry Pep, ik moet hem terug laten trekken. Welke? Ja, maar je tank is al bijna gerepareerd helemaal, joh. Welke tank? Die bijna kapot was. Moet die terug? Nee, hoeft niet meer. Ik zeg alleen dat die goed gefixt is. Zo. Een van mijn infanterie squads heeft even een flamethrower te pakken. Dankjewel, doei. Nu komt er een leuk tankje aan. Hello? Ja. Kun je even je achterste Pestle Mortar Team of je Mortar Team even opzij zetten? Zodat mijn tank er even door kan. Ja, dat gebied moet je echt vrij laten voor tanks inderdaad. Oh, die. Niet land.
Ja, daar heb je weinig aan. Ik denk die er niet door kan. Die gewoon zo vol, geen enkele tank kan er door. Dan moet je het, twee tanks blokkeren net voor jou. Plek open zetten ze, Pep. Tankblokkade voor jou. Welke? Tanks hier. Doe je Pep, doe je tanks aan de kant, Pep. Huh? Doe je tanks aan de kant. Tank ja, die langs. Kan nergens door. Mike. Dan laat je hem naar achter, hè. Zit er ook tank traps en dan schiet je die tank traps nog hoor. Ik kan er nu helemaal niet uit door die tank van jou. Denk echt. Zoals ik zei, kan gaat opgeblazen worden daar, Pep. Staat in de weg dat ding gewoon. Doei. Klein tankje staat in de weg. Pep? Ik ben me aan het weghalen. Dat is best een grote tank, dus. Heel erg geel, man. Niet mooi? Niet zo mooi is die van mij. Echt zo'n goud ding. Thank you.
dit is ook een leuk denkje. Ja, leuk. Nog een tankje. Ach, wil ik net doorheen rijden, gaat hij er iets voor bouwen. Oh. Oh. Ik denk ik maak gelijk zo'n ding voor suppressive. Ja, doe ook niet expres, maar de timing was gewoon heel nasty. Ja. Hey Pep, kan je die tank iets naar voren en achter doen, weet je? Ik kan hem niet langs. Welke tank? Die. Eigenlijk niet eens de bedoeling om zo'n gouden tank te hebben, was gewoon bedoeling anime tank. Waarom is die geel dan? Ah, foutje, verkeerde skin denk ik. Kan misschien ook kaas zijn. De kaas skin. Ja, ik zeg ook. Foutje, verkeerde skin. Kietje.
nog verder naar voren pushen. Ja, we hebben support van de sniper. Oh, shit. Dood. Hij moet wel wegrennen, maar dan gaat hij door de vuur heen. Ja, dan ben je dood. Oh nee, hij leeft nog. Gewoon een tankenmuur. Bombardment op je ass, Pep. Ik heb iets tanken. Sorry, wat zei je, Mike? Dat er een bombardment kwam op je tanks. Maar het is alleen maar vuur, dus alleen je infanterie is nodig, kloot. Maar ik had dat ik de infanterie niet meer naar voren heb. Nou ja, het scheelt dat ik ook nog een infanterie squad had, dus ik heb alsnog wat punten over kunnen nemen. Het scheelt weer, toch? Nou, dat was niet zo nodig geweest. Nou ja, tanken kun je het niet overnemen, toch wel. Jawel, die tank die pijn heeft wel. Kleintjes wel hoor, die zat op het over te nemen. Echt 5 sterren tanken. Zo'n probleem ermee. Wow! Great, thanks. Hoe kan dat dan?
airstrike. Ah. Ja, dat verklaart een hoop. Oh, what the fuck is er net gebeurd? Die komt op, gast. Serieus, mijn 11 tank kapot? Zo in één keer. Had full health. Fuck. Waarschijnlijk een of andere airstrike opgevoerd ofzo. Leek. Altijd als je even niet kijkt, weet je wel. Ja, maar mooi tankskot is daardoor helemaal vernietigd. Als goed moet je er nu langs kunnen. Sniper van neer dan, handig. Je laat nog net mijn bosje heel. Bouw het kanon. Die heb je wel sneaky neergezet. Oh, nu heb je zelfs twee snipers daar. Oké. Oh, bombardment hit ook. Ik rijd voor je 11 tank. Weet je dat? Okay. Huh? Komt er niks? Het kan nog wel eens vals alarm zijn. Ja, of die vliegtuig uit de lucht knalt. Wat betekent die uitroepteken boven mijn tank? Welke tank? De middelste van. Uit op de teken. Zo mooi hè, die snipies. Daar wordt Mikey best vrolijk van. Cover 5 van 2 snipes, denk ik. Ja, best wel, ja.
Waar wordt ook echt hard geraakt. Die kanonnen zitten ook van de zijkant te ragen, hè? Mike, zo'n sniper is gewoon een 2-ster geworden, hè? Oh, nice. Hij heeft zich lekker uitgeleefd. Nou, zoveel bijzondere infiltraps ook niet meer. Ga als je op dat stuk. Oh shit. Dat kleine tankje leeft nog steeds.
Nou, ik heb pas geleden. kijk dit dan. Die fut! Er zit ook echt een flavor gastje bij. grappig. Pew pew. Valt het jullie op wat er van de andere kant van het water ook op ze aan het schieten is? Ja, al die hebt die kanonnen. Ja. Dat doen ze al vanaf het begin al. Match. Handig, hè? Ja. En dan gaan mijn tankjes weer een stapje naar voren. Hebben jullie en bankjes een beetje van alles? Pep is heel erg met tanken bezig. En ik blijf alleen maar gebouwen pompen. Valt het jullie op? Nou, teamwork toch? Komen ze doorheen en zitten die kanonnen van mij te knallen, geweldig. En ze zitten weer in de bosjes. Wat een gezellig gevechtje. Heb je nog zijn snijpertjes mee? Die wil hij zeker ook in het huis zetten, dan ga je zeker in een ander huis, of niet? Oh nee, die zoekt de bosjes op.
kijk, Mike, ik ben hem aan het innemen. Je tank naar voren sturen, Ridder. Het staat er niks. Dat is niet best, hè? Nee. Gaat hij meespelen? Ik zie er allemaal op het dakje daar staan. Poppegries. Wat is een gebouwtje zonder bosjes? Bosjes zonder gebouwtje. Ja. Wie heeft een repairmannetje mee? Oh, niemand. Niemand. Voor mij staan ver weg. En die andere zijn nog wel in de buurt. Ik zend hem naar mijn tank. Ik zend hem naar het vlaggetje toe. Ze hebben wel echt veel pannegies. Allemaal 1 van 3. die is lekker. Ik weet wel. Piu piu. Net de huisjes. Zo vies neergezet.
Oh, dan komt Mikey's volgende. Ik krijg telkens meldingen dat ik lek heb. We hebben nergens last van, hè, Mike? Goedemorgen. Alles is opgeblazen. We give the fatherland with a victory. Nou, kapot. Simpel. Vuurwerk erachteraan. Ja, dat snap ik niet wel. Zelfs zo erg, mijn tanks komen niet eens meer vooruit. Speel je continue of zo? De wedstrijd is al afgelopen. De wedstrijd. Mooie naam hoor. De wedstrijd. Ik vraag me af wat jij allemaal aan het doen was. Was je nog steeds allemaal tanks, defense aan het bouwen? Ja, ik aan zat de overkant zeker. Onder andere en achter jullie zat ik allemaal support meuk te geven, bombardments en zo. Met, Yay!
Infantry Assassin Sniper, most valuable unit, Mike. Is bij mij de pack 4388 MM18 gun emplacement. Survivalist. Dat is weer die gun. En dan de Mitch.